De wijziging van de aanbestedingswet 2023 is gisteren in de Nationale Assemblée aangenomen met 28 algemene stemmen. Deze wet beoogt dat aanbieders met elkaar concurreren, zodat de overheid de meest voordelige aanbiedingen kan verkrijgen en tegelijkertijd de waarde van belastinggeld wordt gewaarborgd. Minister Stanley Ragubarsin van Financiën en Planning stelt dat de wijziging van deze wet bijdraagt aan het streven om een beter land en een betere samenwerking met de regio te creëren. Dus dat met deze wetgeving ook harmonisatie in de regio plaatsvindt. Dus afstemming, internationale aansluiting. Deze wet is in lijn gebracht met de CARICOM-richtlijnen. En daardoor maakt ook uitdrukkelijker duidelijk de integratie van Suriname, de verdere integratie van ons land in de wereldgemeenschap. Ik denk dat dat ook een belangrijk punt is. En dat dus die regels goed op elkaar afgestemd zijn. Ook daar onze dank aan alle leden van DNA. De NDP en BEP-fractie hebben de vergadering voor de stemming verlaten. Ze vonden dat ze niet genoeg tijd hadden gekregen om grondig in te gaan op de vele aangebrachte wijzigingen. Verder waren ze niet tevreden met een interruptie van slechts 2 minuten. Initiatiefnemer Aziz Kumar Gayadin zei dat met deze wet corruptie bij aanbestedingen zal worden uitgebannen. Aanbestedingen zullen volgens hem in het vervolg heel transparant zijn. Wat wij in het verleden gekend hebben, dat men zei, ja, minusaptak inschrijving ori, minusaptak inschrijving ori. Alles komt op een dashboard, het wordt gepubliceerd. U weet wanneer er aanbesteding is, u weet wanneer, wat de ORA, wat zo'n beslissingsorgaan besloten heeft. Dat staat erbij. U weet uiteindelijk wie het werk krijgt. En de minister benadrukte nogmaals. Uiteindelijk weet u ook, want dat is meegenomen in deze wet, je UBO, je weet uiteindelijk wie de begunstigde is. Anotak, familie schrijft onderling, of bedrijven of vrienden hebben onderling afgesproken en ingeschreven. Dat wordt voorkomen. De invoering van de aanbestedingswet 2023 moet worden geplaatst in het kader van de bredere financiële hervorming van het overheidsbeleid. Het initiatiefsvoorstel is op 31 januari 2023 ingediend door de leden Aziz Kumar Gayadin en Xuanrui Wang. De aanbestedingswet gaat pas over een jaar in.